Come Closer, zo nodigen het Middelheim en de Singel hun bezoekers deze zomer uit. Alles draait om de relatie tussen plastische kunst en performance. Waar de grens ligt is niet altijd even duidelijk. En ook de grens tussen kunstwerk, kunstenaar en publiek vervaagt. Traditioneel in een programma is het zo dat de kunstenaar zijn werk maakt, dat vervolgens presenteert op een podium of op een sokkel. En dan daarna komt de bezoeker en die komt dan kijken hoe het gelopen is. En in dit project loopt ook dat allemaal veel meer door elkaar. Kunstenaars blijven zelf het werk zijn of vragen aan anderen om het werk voor hun af te maken. Dat kunnen professionele performers zijn, maar dat kan ook het publiek zelf zijn bijvoorbeeld. Wat dat kan betekenen is te zien bij de Singel. De Nigeriaanse kunstenares Temitayo Ogunbiyi creëerde hier een groene ruimte met een permanent kunstwerk. En aankomen mag. Het is niet enkel groen, maar dat is ook echt een plaats waar kinderen kunnen komen spelen, mensen elkaar kunnen ontmoeten. En we hebben zelfs een groententuintje in die sculptuur geplaatst. For me, interaction can just be looking, but it's more exciting when the work is tactile and it invites people to move their bodies in new ways that maybe they haven't explored before. Choreografe Amanda Pina laat zich voor haar voorstelling inspireren door de oceaan. Het publiek loopt op het podium tussen de dansers. I have been working on water qualities, but also the qualities of some animals that are very old, like corals, medusa, echinoderms, starfish, and work with their qualities in this choreography. Come Closer loopt tot 29 september in het Middelheim Museum. En dit weekend zijn er de voorstellingen in de Singel.